voel me wel verraden, man. Ja. Biggest, weet ik veel, betrayal ooit. Ja, je weet, hè. Oh, je hebt ook gewoon volgende, hè. Moet jij weten, producties. Poyerbang. Hij heeft ook zijn hele YouTube-kanaal hernoemd. Ja, moet jij weten. Ja, maar dat is toch ook gewoon. Moet jij weten. Weet u, is nu niet meer vakantie Vincent? Nee, naar VV. Ja, hij zou altijd vakantie Vincent blijven. Maar soms is hij niet meer op vakantie. Dus dan is hij gewoon, moet jij weten, producties. Waarom blijft hij telkens naar probleemoplossingen zoeken? Ik wil gewoon volgende updaten. Kijk. Welke hero zou ik meenemen? Hey, Bora. Nobushi. Of Shinobi bedoel ik. Heb je nog niet op 8? Hoor, ik heb een vraag. Nou, het is vraag dood. Ja, wat de fuck jouw opleiding, man? Heb je wel zo vandaag gewoon daar gewoon een keertje binnen te stormen van alles overhoop te schieten of zo? Wat? Jullie willen mij geen les geven hier. Fuck it. Ja, maar oh ja, tot en met fucking 2021 online les en examens. Ja, fuck man. Ja, maar het is wel zo. Als één universiteit hiermee begint, gaan de anderen vaak volgen. Ja, ja hoor, na lopertjes. Wat? What the fuck, man? Geven ze ook goede online courses dan en zo? Ik heb nog geen online les gehad, want ik heb nog maar één online tentamen. Ik heb eigenlijk helemaal geen les dit semester, dus ik weet niet eens. Van wat ik van mijn vrienden heb gehoord, dat het echt niet zo is. Dat het gewoon slecht is, dus. Ja, maar dat hoor ik van iedere universiteit in heel de wereld, van al mijn vrienden, dus. Ja, yep. Ja, en ik wilde ook dus de bestuur worden van die internationale studentenorganisatie, maar er komen dus ook waarschijnlijk helemaal geen internationale studenten. Wat? Ja, ik wilde... Zou ik gewoon RPLT worden? Wat? Ah, niks. Mag ik een sapje patje? Waarom is Mitchell nog steeds? Start je spel nu op. Stug. Mag ik echt full screen instellen? Fuck window, full screen. Waarom lekt mijn spel zo erg? Wat de fuck gebeurt hier? Wat gaan we spelen, bitch? Oh, weet niet. Wat zijn deze fucking vrienden op? Holy shit. Hey, gooi nog eens een invite? Oh, wacht, ik geef nu een invite. Oh, kut. Ik weet gewoon Dominions of wel laat. Hyperduel. Fuck's Hyperduel. Ja, of die Alpha Adidas logo's en we echt zo'n mini scoop. Tegen de knet. Spot voor die key. Hoe kun je zien dat het een clan is dan? Ze hebben dezelfde dingen. Net zoals Fons eigenlijk. Hebben jullie ook vrienden op z'n tijd? Nee. Ja. Volgens mij heet die prik. Wie heeft... Dat is een Adidas logo. Wat? Iemand heeft een Adidas logo op zijn borst staan. Oh, twee mensen. Iedereen heeft het, behalve ik. Ja, je kan hier al die logo's kun je overal zetten, hè? Ja, natuurlijk gaan we die logo. Oh, dan ga ik het ook doen. Oeh, zijn weeps. Er is ook een helft van ons team is ook gewoon weep. Dus ja, maar kijk, dat telt niet. Dat is de Adidas weeps, dat is acceptable. Helemaal niet, dat is nog erger. Dat is erger. Fuck is this a fucking lag? Het contrast in ons team is wel een beetje opvallend. De hard carry en de... Ja, jij bent onze hard carry, Dogen. Nee, jij bent een smurf. Hij heeft één prestige op Orochi. Ja, smurf. Zometeen gaan ze legit mij vermijden omdat ze denken dat ik een smurf ben, dat is wel skut. Ja.
Als we shit talken, dan moet je gewoon dreigen om je main erbij te pakken. Of je grote broer, waarvan je main account eigenlijk is. Dat werkt ook wel eens. Gewoon zeggen dat je een klein broertje bent. Oké, ik ga waarschijnlijk echt heel kut spelen. Ik heb al mijn frame erop. Ik ga mijn smoothie starten, denk ik. Molly, jij speelt altijd kut. Dit is niet goed. Wat zijn al deze frame drops? Ja, ik heb ook constant frame drops. Dat is echt fucking. Stop, die zit wel weer, joh. Holy shit, ja, het is echt mijn slideshow wat ik speel. Oh ja, ik ook. Oh. The fuck? Jij ook wel in? Nee, gewoon 150 fps. Ja, want wij hebben geen shit. Maar 1 fps, 14 fps, 24 fps. Je hebt niet meer nodig. Je moet een icon toch echt tot max 20 zien. Ik speel gewoon stop motion. Ja, ik ook. What the fuck? Hij maxt ook gewoon op 30 fps. Oh, 50, 40. Oh, wat luxe. Oh, ik heb een graphics instelling aanpassen, want dat is wel nergens goed. Oké, ik ga het een spel zetten. Dit werkt gewoon echt totaal niet. Oh, ben ik doodgaan? Nu is het gefixt, wat? Oh, wat een shit. Ja. Het werkt niet gewoon weer perfect. Wat? Yo, wat? Oh nee, als je zelf speelt niet, maar als je spectate wel. Oké, ik moet even... Ik doe een perfect settings omlaag. Wait. Ja, ik moet kutten. Dit is echt fucking kut. Holy shit. Ja, ik kan ook helemaal perfect nu. Ik ga mijn computer opnieuw opzetten. Ah, oké. Nice. Dat is dus een cooldown, dus dan kunnen we komend half uur niet spelen. Echt? Ja, ja. Wat moet ik nu doen dan? Bij mij lijkt hij... Ik zit nu al gewoon op 18 fps. Je moet je kabel eruit trekken, wachten tot hij disconnect, het spel opnieuw opstarten. Dus ik moet gewoon mijn internetverbinding gewoon eruit gooien, dus. Ja. Oké. Legit? Ja, zeker. Dan let's go. Dan ga ik mijn specialiteiten doen. Eigenlijk niet, man. Hoe ben ik out of stamina? Ik heb helemaal geen energie. Ja. Met jou. Goed. Beetje een goede idee. Oh wacht, ik kan niet meer samen spelen online. Kut! Heb je niet je kabel eruit getrokken? Duidelijk. Je was letterlijk weggevallen. Ik dacht dat je gewoon slim was en je kabel eruit getrokken. Nee, ik heb gewoon gelijk die stap op de deur. Oepsie daisy. Ja, hallo. Ja, wat? Ik zal nog steeds niet weggaan. Ik moet mijn mening niet meer lieven. Het maakt letterlijk het spel erger dan... door quality. Ja, dat is wel waar, inderdaad. Is Dogen ook weg? Ja, Dogen is... Dat je überhaupt een cooldown krijgt, want het is helemaal geen ranked ofzo. Ja, maar er is geen normaal dat mensen gewoon er in en uit. Er is een ranked beta. In een fucking paar jaar oud spel. Ja, die beta is er ook wel echt al een paar jaar. Je krijgt niet eens. Ja, je krijgt wel dingen. Maar je krijgt niet einde van de season krijg je geen rewards. Dat is eigenlijk niet echt waar. Hallo. Gek gaf voor mij wel een error van dat ik een zogenaamde illegal action deed. Nee, dat is gewoon. Oh. Wat was nou ook weer de beste string van Warlord nu als je iemand downed hebt?
Ik weet echt niet meer. Wacht, dat moet ik. Nerd. Man, dat is echt heel kut. Laten we maar het spel pijnen. Ja, het zou oprecht het spel beter maken als voordat ik er gewoon nu per direct verwijderd heb. Straight upgrade. Zie je zo'n kerel die daar in het development team zit, heel salty is. Heel sneaky naar... Ze moeten hem ontslaan. Hij mag gewoon voor mij ook gewoon het hele team uit. Ja, ik bedoel, die gaat, je hebt zo'n... Die Johan. Nee, gewoon iemand die net als jou salty is, weet je, want het karakter, die gaat dan een beetje in het development versie, zeg maar, leaden, zeg maar, de karakter. Of, dan sneak je erheen, 40 minuten. Mitchell stijl uit de post, de git post, hoe je deleet, hè. Untraceable, of zo. Nee, hij heeft toch nog nooit een git repository gedeleteerd. Het kan niet bij hem lokaal zijn project deleten, toch? Zo liet hij het niet klinken. Want als hij een hele repository heeft gedeleteerd, dan denk ik wel dat je een nieuwe titel mag hebben. Ja, dat is hij twee keer gedaan, hè? Nee, toch? Oké, Mitchell, wat is het antwoord? Huh? Hij heeft nooit een git repository volledig kwijt. Van je project. Hé, hey, niet de git repository, alleen maar lokale changes. You lost zone A. Ja, maar dan ben je toch max een paar uur van je werk uit? Ja, klopt, dat was ook. Ja, maar dat maakt toch iets uit. Maar zelfs dan is het nog steeds wel bijzonder. Ja, het is heel super kut nog steeds. Want hoe krijg je dat überhaupt voor elkaar? Je hebt een stash dan ergens of zo. Het is ergens in je commits. Your team rally. Maar kan ik een sap geen feitje krijgen van iemand ofzo? Ja, we zijn nog niet. Ik heb 10 minuten cooldown. Yo, hij valt niet. Zo kan ik altijd af en toe ook bullshit was. Inderdaad, ik vraag een beetje hoe is het nu gelukt om het van elkaar om te lieten? Ja, hoe heb ik dat eigenlijk wel gedaan? Heb je gewoon een kid push? Nee, dan is het zo. Ik had schijnbaar gewoon een paar keer het project gepoeld. En ik had het een keer, maar de pool of de project map waar aan het project gelinkt was, dat was in een map met een dubbele naam. Ik dacht van als ik die verwijder, dan schoon ik de pool een beetje op, dat maakt niet uit. Dat was dus niet zo. Kijk die rol zijn te slaan, jongen. Fijn leuk. Ze zijn ook 1 point van breaking af en het is alleen A. Dus als ze 1 seconde, als wij van A 1 seconde aflopen, zijn we alweer breaking. Your team is breaking. FC boost hoor. Wat een Fuchsia. Fuchsia. Maar wie gaat er nu eentje die 1v3 aan op A dan? Wie doet? Wat? Waarom is er überhaupt al iemand dood? Ja, fuck. Oh, wat? Ja, jij bent er nog. Ja. Oh, Max Punish is trouwens zone in what? Side Heavy. Ja. Echt, wat was dat voor shit, ouwe? Oh, mijn attacks hebben gewoon top niet geblokt. Ja, maar er was dus een halve milliseconde daarvoor was er een Side Heavy, maar die werd gecanceld. Oh. Hey, Bora.
Ja? Ik zag laatst dat films van Studio Ghibli op Netflix staan. Oké. Okay. Super cool, toch? Dat waren we. Studio Ghibli? Studio Ghibli van House of the Castle. En nog zo'n film. Ja, dat is echt fucking film. Heb je nu een kantje gekregen? Ja. Ik wel. Maar ja, kunnen we spelen. 5 minuten. We kunnen even 2v2 doen tegen elkaar. Ook leuk. Oh ja, dat kan. Ja. Yup. Yup. Oké, Brent, doe even 2v2. Oké, okay, ik moet gelijk mijn avondeten, dus later. Fucking game. Oeh, what the fuck. Ja, het is... Yo. 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 Wat? Hey, waarom moeten we tegen 2 bots? Ik ben ook tegen 2 bots. Your skill higher than your enemies. Higher than your enemies, ja. On par with your higher enemies. Higher than your allies staat er ook. Goeie memes, jongen. Ja, waarschijnlijk komt door die bot. Oh, dat valt weg voor rank. Ja. Ja, tenminste, die heeft geen rank. Oh, kut, was gewoon een wall splash? Oh, okay. Wat? Ik heb een light. Defeat. Is easy? Ja, nogal. Ja, zou ik ook zeggen als ik Kansai speelde. What the fuck? Hoe wist je dat die niet zou raken? Dat was echt heel leuk. Hij was uit range. Balin, doe alsjeblieft die top heavy die keer. Hoi pap. Hey nee. Oh, de oma. De oma. Wat? What the fuck? Ben je gejamed en dat werkt niet. Doe je haar. Onun alır mısın yani sen söyle kulağın ölmüyor 2 defa 10 defa ya. Onu çıkar. Yo Kegel. Daha olacaksın sen bu oyunlarda. Kegel what? Bu da raktır. Ya what? Kan Kansai nu ook niet meer geguardbreak worden door zijn dodges? Nu wel. Nou, blijkbaar niet. Hij kan niet geguardbreak worden als dodge happy. Wat? Ja, dodge attack, daar kan je niet uit geguardbreak worden. Alleen als je heel vroeg doet. Dat is nieuw. Niet echt. Nog steeds. 2 minuten? Fuck. Dan gaan we maar story mode doen, hè?
Ik kom met de bot. Nee. Ik ben altijd groot. Blauw is een leuke kleur. Oké, okay, bol, heen met de bot. Ik ga Orochi, die heb ik echt nog nooit gespeeld. Round 1. Het zal duur. Ja, wacht even. Jullie zijn op mij geadd op Steam. Wat was dat dan? Met je probleem aan te vallen. Oh, ik dacht dat jij een bot was. Bots vallen ook altijd aan, dus ik dacht van nou... Ik viel helemaal niet aan, ik stond gewoon achter. Nee, maar... Ja, maar jij was bij Menace die aan het aankijken. Ja, jij bent echt default Orochi, dus ik wist niet beter. Oh, die Orochi is een light dus, hè? Oh, wacht, dat is een dodgeball, holy shit. Ja. Die werkt best goed tegen Orochi. Merk het. Mitchell, wees zo'n joh. Wat? Wat de fuck? Hoe moet ik dat ooit verwachten dat komt? Wat? Op mijn scherm was Brit dood. Het sloeg hij zichzelf eruit. Ja. Moet je kat zo schouwen. Ik wil tegen Mitchell nog een keer proberen. Mag niet, hè? Dan moet je even de bot naar Balin toe lokken. Round 3. Ga weg, accepteer de bot, hey, Balin. Ik heb net al tegen Kankerbot gespeeld, vind ik wel. Accepteer. Oh shit. Ja hoor, no onder. Kill steeltje. Je kan je zo net ik doen, hè, of Perry. Weet ik, maar waar zou ik dat doen? Doet meer damage. Ja, maar... Ja, veel meer damage. Dan kun je er maar niks meer doen. Wat? Waarom gaat je peer gevallen ook zo op en neer? Victory! Oké, ik ga een beetje inklappen als een roodje, let op. Bitch. Round 4. Ik ga jou verblind hoor. Ik heb van hem op geëet. Kijk. Zag je dat, Mitchell? Wat is er wind, Mitchell? Nee. Volg op je rek. Ja, ik moet even inkomen. Rek niet zo.
Zeg je die deflect die light fairy switch op? Rekt. Ja, die deflect was wel lucky. Dat is wel lucky. Ja. Dat is gewoon skill. Ja. Ik kan me niet overtuigen dat jij kan deflecten, Wolra, sorry. Ik ben best wel goed met deflecten met Valkyrie, hoor. Ik wil gewoon in het domein doen. Oké, dan niet, als jij het zegt. Nee, inderdaad, als ik het zeg. Klik maar mooi net op. Oh, dat was nou een potje. Dolfijn gespot in Amsterdamse haven. Ik ga Shugong. Ze hebben Nobushi genervd, hè. Terwijl ze wel echt een fucking slecht is. Ja, die trap die raakt mij altijd en dan doet dat gewoon tering veel damage. Die trap is echt fucking snel, ik snap er helemaal niks van. Ja, het is ook nog eens guaranteed als je één heavy doet of zoiets na een trap, dat je dan nog een keer kan doen. Nee, die trap is nooit guaranteed. Ja, is een, jawel, er is één attack waarop die guaranteed is. Is dat een heavy of zo? Ik weet niet. Als je tegen de muur aan trapt, dan is een heavy guaranteed. Maar als er daarna nog een trap doet, die kan je dodgen als je snel bent. Maar dat lukt me sowieso in ieder geval nooit, maar dat zal wel aan mij liggen. Ja, vind je het gek dat je ook doodgaat aan die trappen? Ja, maar joh, je zit gewoon dodge te spammen en het blijft gewoon raken. Ik snap er helemaal niks van. Dan moet je je leg switch aangooien. Ja, dat is gewoon het ding. Ik heb gewoon te pristine internet. Iedereen is het lekker gewoon weg te leggen, daar binnen ze alles. Ja, dat zal het zijn. Zo, iemand zit hier op een floppy disk, jongen. Jij? Nee. Want letten tegen iemand die heet Afghaan Commando. Dat zou wel zijn. Currysteur. Ja. Porch. Ja, jij bent Vibrator. Ja, Vibrator? Dus, wat is je punt? Vibrator. Oh, onze Nobush is ook precies 1. Nice. Wow, ben je al precies 115? Hoe shit, Mitchell? Ik heb me ingehaald, Mitchell. Stink, joh. Ja, ik heb gegrind. Nou, het duurde eventjes, maar dan heb je wel wat, hè? Precies. Oef. Wanneer gaan ze meer character models uitbrengen voor de minions? Ze hebben ook best wel fucking veel. Ja, alleen ze kiezen altijd dezelfde naast elkaar voor zo'n reason. Ja, nee, want het ding is, ze hebben waarschijnlijk. Ja, het zijn allemaal dezelfde. Eén minion, ze hebben gewoon één minion fout, weet je wel. Dus ze veranderen allemaal in één keer. Ze hebben geen separate minions. You lost zone A. Ik zal wel in 402 komen. Ja.
Critical Guard breekt uit mijn doorzitter. Yo! Oef. Kut. Oh! Hij verneukt het. Wat? Hoe maakte dat? Hey, ik wil die revive. Ah, sorry. You captured zone C. Weet je, niet sorry. Ik wil niet gerevived worden. Ja, van zijn eindjes. Oh, ze hebben een dingetje van, hè? Hoe raakte dat? Hallo? Ze hebben die brug van nodig. Lost zone C. Oh, ze hebben überhaupt een brug toegevoegd. Eerst was het geen brug. Dat was jammer. Wacht, kan je nu van al twee bruggen niet meer afgeheerd worden? Wauw. Ze hebben C echt gewoon, wat een leuke point was, hebben ze verneukt. Ja. Wat, ze hebben heel C verneukt. Doe normaal. Doe niet. Oh wat, hé, er zijn hekjes, inderdaad. Ja, ze hebben echt heel safe naar. Oh. Ik dacht al, wat de fuck, zit er nog een enemy? Misschien hebben ze gewoon een brug gebouwd. Dat is best wel logisch, het ging over mensen dood. Ja, maar dat was het hele leuke van point C. Nee, maar ja, het is gewoon engineering. Ze denken een beetje vooruit. Yo, ja, ik word gewoon elke kaart uitgekaart, weet je. I work for human rights, so I picked an issue with black skin. Ja. Echt worst of both worlds gewoon. Waarom zou je NAC als je N? Soort willen zijn. Ja, verkeer je ook, maar C was zo'n leuke point. Maar dan made it into any important old point. Oh. Ah. What the fuck was dat al? Knockback. Yo. It was so going to you, Witcher. Oh, very. What the fuck? Hallo. Hey, wat eet jouw soort eigenlijk, Dogen? Vandaag had ik pannenkoeken. Hè? Dus blijf op zijn minst pannenkoeken. Dat is cultural appropriation, dus dat is wat dat voor. Ja, ik mag alleen maar rijst met bruine bonen eten en chips gemaakt van bananen. Ja. En wat nog meer. Aardappelen zijn eigenlijk van mijn gebied, hè. Dus fuck you Nederlanders, zodat jullie aardappelen eten. Ga terug naar brood eten, hè. Dat was wel mooi. We waren een keertje in Hongarije in een middeleeuws restaurant. En toen was ik nog zo'n lab peasant die alleen maar patatje lekker vond. Dat was echt 5% of zo. Dus een moordje en ik wilde echt patatje bestellen, weet je wel. Toen dacht, nee, we hebben geen aardappelen, want dat is niet typisch middeleeuws, weet je wel. Toen waren ze nog niet. En toen hadden we dus gewoon iets anders besteld en daar zaten aardappelen bij. Dat was echt zo'n ouwe. Dat was toch veel erger dan iemand die patat bestelt in zo'n restaurant. Ja, inderdaad. Oh, je doet het goed of je doet het gewoon niet? Ja, echt, hè? Ja, ik doe het niet weg. Het doet me altijd zo'n pijn in mijn hart dat iedere keer bij een Turks hotel was. Dat echt fucking wat lekker Turks eten was. En dan zie je dat Nederlands ging altijd gewoon patat eten. Je kan een hoop zeggen, dat is best wel nice.
zodat je toch geen fucking getal hebt. Maar mag je tenzij het echt gewoon letterlijk niks in feelings op een menu zit, maar dat is wel zeldzaam. Maar mag je Turks restaurants noemen? Like fucking revenge game! Nou, oké, touché, dope. Maar er stond V-Sync aan, dus ik denk dat het misschien daar lag dat ik die sicker lerk kreeg. Wat? Oh, mijn monitor vind ik niet zo leuk. Nee, de vies niet zo erg hoor, ik had ook hetzelfde probleem. Ik zit dit in 1v2 te proberen op top en jullie vries daar dit fucking zich op C. Ja, kan ik hier wisselen? Ook omdat ik hier C help, hè? Ja. Met zo'n gewoon... Ga je naar A? Ik wil... Het is hier ook nee, gewoon 2v2, dus het is niet zo raar om 2v1. Er zitten gewoon twee mensen C te verdedigen en wij zitten even met één. Ja, twee mensen C, twee mensen A. En onze Nobushi is helemaal niks op B aan het doen. Nee, Nobushi loopt echt fucking ziek te scoren voor onze B. Dat is de enige reden waarom we punten nu hebben. Maar ik heb een vraag, Boro. Wat is je favoriete Turkse eten? Karnieruk. Wat? Karnieruk. Oké, wat is dat dan? Ik kan niet 1000 punten krijgen, 900 punten krijgen, alleen B doen. Fuck, hoe hebben we zo'n punten gekregen? Dat Nobushi. Nomiens kreeg een fucking voor punten, hè? Nee, het is maar 101 punten voor... Iedere minion die je killt geeft ook punten, hè? Oké, Bora, hoe schrijf je? Hallo. Hoe schrijf je het favoriete eten? Ik weet de naam niet meer. Ja, yo. Zeg niet. Bora? Oké. K-A-R. K-A-R. N-I-Y-A-R-A-K. Ik heb nu wat ingevuld, want iemand ging kanker ervan maken. Karnieruk. K-A-R, en dan? Bora, stop N-A? Je eentje naar A gaan. Nee, N-I. N-I. Ik ben op IC. Ik ben midden in fight. K-A-R-N-I. Karnieruk. Ja, ik heb het gevonden. Wat de fuck moet het zijn? Oh, het is gewoon een beetje vlees. Het is gewoon vlees. Het is helemaal geen beetje vlees. Het is een fucking stoofgerecht in de oven met gevulde aubergine gehakt. Met ook nog heel vaak andere gerechten erbij. Oké, ik heb advies voor mezelf. Luister niet naar Boras. Eet adviezen. Oké, andere vraag. Wie houdt hier allemaal van aubergine? Aubergine. Nou, dat is wel lekker. Aubergine is fucking lekker. Ga je benen op plep die het niet lekker vindt? Ja. Aubergine is meh. Gebruik je skills met jou. Tering lekker. Oh, misschien wel. We zijn 25. Wat? Ik word op de hoek geslagen, doe normaal. Rode bieten. En ja, ik kan niet niks doen. Maar ik heb echt. Dat rood biet is fucking lekker. Wat vind ik niet lekker? Er zijn niet heel veel dingen die. Ja, alleen koriander, maar dat is gewoon een fucking zeep smaak. Engines! Je bent er sorry. Sorry man dat ik genetisch anders ben. Ja. Dat is echt de enige wat ik niet lekker. Ja, en te veel komijn. Als komijn een beetje overheersend is, dan is het echt niks meer. Ik had gewoon een simpel bij, gelukkig heet hij. Wow, echt waar. Nobushi, dit is report in Nobushi maar en gewoon lekker doorgaan. Zo report je iedereen. Nou, die Nobushi die. Die had fucking veel punten voor ons. Ja, daar krijg je fucking veel punten mee. Ja, Belend, ik kan gewoon. Ja, maar kijk. Oh ja, trouwens. Ja, ik had gewoon C moeten helpen. Zet met twee mensen op A. Dat is gewoon dom. Maar kan ik een sap geen feitje krijgen? Ja, ik zat even in de boom praten. Je hebt tegen een boom te praten? Ziek. Hey, Pelen. Wat is jouw favoriete eten van jouw vage cultuur, hoe je het ook maar noemt? Wat? Het lekkerste?
tegen een boom praten. Ja, jouw favoriet eten ervan. Ja, ik denk eigenlijk toch wel gewoon goulash. Maar... Is dat niet precies... Nee. Nee, ik wel. Een soepje. Nee, Het ziet er inderdaad wel lekker. Het ziet er een beetje uit wat in Turks ook is. Ja, jongen, je weet hoe intermingled Turks en Hongaars zijn. Ja, basically ieder Hongaars gerecht was een oud-Ottomaans gerecht eigenlijk. Nee, dat niet. Goulash is nee. Wel... Het ziet er echt uit als iets wat in Turks ook bestaat. Kijk ja, maar naar. Dit is wel echt gewoon... Ja, trouwens, het is niet eens... ik bedoel, het is best wel nieuw. Het is niet per se een oud gerecht. Het is 1900 of zo, volgens mij. Toen was het Ottoman. Wanneer was die Ottoman influence? Nog daarvoor. Pas wel. Oké, hey, Mitchell, wat is jouw favoriete Nederlands eten? Stroopwafels. Brood. Ja, stroopwafels zijn goed. Stroopwafels zijn toch van België? Nederlands stoofvlees? Is dat fucking lekker. Nederlands stoofvlees met aardappel. Hoe heet het ook weer? Het geprakte aardappel, hoe noem je dat ook weer? Fuck. Aardappelpuree. Aardappelpuree. Met stoofvlees is fucking lekker. Is dit Adidas of Wi-Fi connection? Oh my. Is dat een question? Maar wat is je favoriete eten, Mitchell? Ik had daar geen antwoord op gehoord, dat is niet duidelijk. Stroopwafels, die zijn wel lekker. Stroopwafels. Dus als jij avondeten krijgt, dan denk jij van... Ah, en je specifeerde niet avondeten. Oh, oké, avondeten dan. Iets waar je echt... Exclusief brood, Mitchell. Want we weten dat het gelijk je eerste pick wordt. Als ik brood lekker vind, vind ik dan een acceptabel antwoord. Gewoon droog brood is nog leg. Maar stamppot en zo... beschuit is nog leg. Stamppot en... Ben jij trouwens een persoon die ook poffertjes als avondeten ziet, Mitchell? Ik hoop het niet. Wat is van avondeten? Poffertjes. Niet ja. Poffertjes, poffertjes en pannenkoeken zijn een snack. Ja, als je poffertjes hebt, maar dan superveel, dan kan wel. Ja. Echt. Deze mensen hebben echt gewoon geen culinaire, hoe heet dat, leven. Waarom kun je wel avondeten, maar poffertjes niet? Dat is natuurlijk niet sens. Dit is gewoon zeggen dat ze geen avondeten... Pannenkoeken zijn geen avondeten. Maar goed. Fuck. Ja. Maar eten jullie niet warm in de middag of in de ochtend? In de middag amper. Ja, dat moet kijk. In Hongarije was fucking gebruikelijk. En ik snap ook niet waarom in Nederlands niet. Letterlijk wel gebruikelijk, behalve in Nederland. Ja, oh inderdaad. Damn, ik zie nu pas dat het rondje om de boom is ook helemaal weg. Ja, ze hebben echt een hele point vanuit. Hier is nog een puntje. Ja, en oh, hier. Oh, shit. Maar het was juist leuk dat de hele point was gewoon, ja, je kan overal vanaf geheerd worden. Ja. Nou, dan door Vero, what the fuck, Vero, was jij hier net? Nee, ik ben net pas met jou. Wat? Ik zag niet eens een marker. Ik zag niet eens een tank. Ja, ik kan me in mijn race geven. Doe, je mag hem ook aanvallen. Ja, maar ik geef het hij heeft nog twee keer geblokt. Ik ga hem race geven op die manier, toch? Nee. Hij is bad. Ga maar naar een andere point. Ga maar een B kleren, Doe. Ja, ik ga ook weer kleren. What the fuck? Even leuk. Lost Sun Sea. Oh, ik ga eten. Maak het potje af. Maak het potje af, we zijn net begonnen. Ja, het potje is bijna af, we zijn op 500 punten al, man. Ja, dat pak even. Dus we zijn op een kwart van het potje. Ja, pak even gewoon een potje. Nee. Wij liepen gewoon met je mee? Oh, echt? Ja. Yep. Oh, oeps. Even tekken. Oké, ga ik ook wel geforceerd eten. Kom tekken doen dan.